Maar het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Je ogen uitdrukken als het gaat over pornografie. Laat me een paar voorbeelden geven van mensen die mij dingen hebben toevertrouwd over wat er aan de hand was in hun leven. Een jongeman, ik citeer een paar dingen die ik eerder in artikelen hierover heb geschreven. Een jongeman van 20 komt na een dienst naar mij toe. Hij wilde me iets van zijn verhaal vertellen. Toen hij 8 was, kreeg hij een smartphone van zijn ouders. Binnen een paar weken zond een vriend hem foto's van naakte vrouwen. Terwijl hij er nog helemaal niet aan toe was, wekte dat bij hem seksuele gevoelens op. Hij raakte al voor zijn 10e verslaafd aan porno. Een kind. Toen hij 14 was, pakte zijn ouders de telefoon van hem af. Terwijl hij dat toen vreselijk vond, zei hij nu tegen mij, toen hij dus 20 was, dat dat wel zijn redding is geworden. Maar dit is de wereld waar wij in leven. En ik zal straks nog iets anders voorlezen over wat een Rooms-Katholieke pastoor heeft geschreven over dat onze kinderen niet beschermd zijn in onze samenleving. Dat de overheid er niet voor zorgt dat onze kinderen hiertegen beschermd worden. Andere getuigenis. Een student neemt mij in vertrouwen en vertelt mij over zijn pornoverslaving. Ook bij hem begint het op zijn 14e. Als hij een mobiele telefoon krijgt. Jaren later begint het hem zoveel parten te spelen dat het hem belemmert om zijn studie goed te volgen. En ontwikkelt hij psychische problemen. Ik raad hem aan contact op te nemen met een hulpverlener uit het netwerk van Purity for Life. Terwijl ik later deze hulpverlener zelf weer een keer spreek, zegt deze tegen mij: alle jonge mannen lopen met een bordeel in hun zak rond. Alle jonge mannen lopen met een bordeel op zak rond. Laatste getuigenis. Een gescheiden vrouw belt mij op. Ze heeft mijn boekje over seksualiteit gelezen, Exclusieve Liefde. Daarin heb ik ook een bijlage gevoegd over pornografie en zelfbevrediging. Ik heb 12 redenen op een rijtje gezet om porno af te wijzen en het uit ons leven te bannen. In veel daarvan komt naar voren van wat het met een mens doet. Het maakt liefdeloos en egoïstisch, wekt onnatuurlijke en overtrokken verlangens op, is verslavend, leidt tot verlies van zelfrespect, is een vorm van ontrouw in het huwelijk enzovoort. Deze vrouw vertelt mij dat ze zo had moeten huilen toen ze deze opsomming las, omdat ze 9 van de 12 gevolgen precies zo had zien ontstaan in het leven van haar ex-man. Elke dag keek hij naar porno en uiteindelijk bleek hij ook op andere gebieden seksverslaafd te zijn geworden. Het heeft geleid tot een echtscheiding. De kinderen zullen nooit meer leven met vader en moeder die van elkaar houden. Nooit meer zullen de kinderen dat meemaken. En er worden natuurlijk heel erg veel huwelijken kapot gemaakt door pornografie. En mensen kunnen zo verslaafd raken inderdaad. Ik denk dat bijna alle mannen wel de worsteling hiermee kennen. Ik denk ook in deze gemeente. En zoals we hier vanavond bij elkaar zijn. En ook gewoon überhaupt. Als je de cijfers wil geloven. Dan het is voor bijna iedereen, voor bijna alle mannen in ieder geval, is het wel een strijd. Maar als je eraan toegeeft en als je er niet tegen strijdt en als je je erbij neerlegt en als je het accepteert, dan leidt het ertoe dat sommige mannen uren per dag ernaar kijken. Het kan zo vreselijk uit de hand lopen dat het sociaal gezien grote consequenties heeft, professioneel gezien grote consequenties heeft en dat het echt inderdaad als een rampzalige verslaving zich ontwikkelt. Omdat namelijk het kijken naar porno op de hersenen een soortgelijke invloed heeft als het gebruik van drugs. Er is een gelijkenis met het gebruik van cocaïne, van wat het met de hersenen doet. Dus het werkt inderdaad echt verslavend. En dat heeft tot gevolg dat huwelijken ontwricht raken. Heeft natuurlijk heel veel gevolgen voor een huwelijk en voor de seksuele relatie in het huwelijk. En iets wat ik bijvoorbeeld ook ontdekt heb, en dat heb ik wel eens vaker genoemd, en dan merk ik elke keer dat vrouwen dat herkennen en soms ook dat herkennen bij hun ouders van vroeger. Als een man in zonde leeft, ook wat dit betreft. Ik zeg niet als een man er strijd mee heeft, want we hebben er bijna allemaal strijd mee. Maar als je hierin leeft en als je eraan toegeeft, dan word je narig naar je vrouw. Een man die zondigt en die zichzelf gewoon daaraan overgeeft, die wordt
daarna, daardoor, zeer kritisch naar zijn vrouw, ontevreden, narrig, vervelend, gaat verwijten maken. En het leidt tot spanning en conflict in het huwelijk. En zo ook deze vrouw die vertelde over hoe haar huwelijk gestrand was door deze seksverslaving van haar man.